Welkom terug bij Project Cars. We gaan naar de laatste aflevering van de Historic C1 Euro Cup. En best wel een interessant circuit, de 24 uur van Le Mans circuit, oftewel circuit de la Sarthe. Ik zet de AI vandaag op 68. Ik hoop dat dat een beetje een goede balans is. Ik ga wel vertellen, ik ga maar één kwalificatieronde neerzetten, want dit circuit, zoals je kan zien, is best lang. Het gaat nog een heel gedoe worden om geen cut track te krijgen. Hè? Met een knipoog naar de vorige aflevering. Waarin ik de 3 uur track challenge deed ofzo met de McLaren F1. Nou, 3 uur maakte ik een half uur van. En in de allerlaatste ronde, met nog 17 seconden op de klok, kreeg ik een cut track. En een disqualificatie. Terwijl ik echt 25 seconden voor lag op de nummer 2 of zo. Dus ja, dat was hartstikke leuk. Echt van genoten. Maar we zijn in Le Mans. Want natuurlijk altijd al boeiend is. De race duurt 2 rondjes. Maar 4 rondjes zijn best lang. Tot nu toe gaat het goed. Kunnen we ook even het maximale uit deze auto halen. 314 km per uur. Oh, hallo. Oké, nu komt wel de lastigste bocht van het circuit. Vind ik. Dat is deze. Holy damn. Vooral het aanremmen voor die bocht is lastig. Want je komt met zoveel snelheid. Van het gras af. Oké. Ze durven wel, zeg. Jeez. Ik vind het raar dat ze zo laat remmen, want op de virtuele lijn geeft aan dat je heel vroeg moet remmen steeds. De AI remt veel later. Je zou toch een beetje denken dat de virtuele lijn overeenkomt met wat de AI doet. Right. Dat was veel te vroeg.
Volgens mij ook de allereerste keer dat we op Le Mans zijn. Oh my god. En dan te bedenken dat volgende maand, in dit spel dan, de 24 uur van Le Mans is. Waar ik waarschijnlijk aan mee ga doen, dus. Het is wel handig als ik het circuit een keer gezien heb. Maar het is natuurlijk een wereldbekend circuit. Alright, we blijven de AI nog voor, dat is een goed teken. Ik denk dat een rondje ongeveer 4 minuten is. Dus je kan eigenlijk ook maar 2 kwalificatierondjes neerzetten in deze sessie, aangezien er maar 10 minuten is. Ik denk dat deze auto wel de beste remmen heeft van wat ik tot nu toe heb gereden. Heeft echt hele goede remmen. Niet op het gras. Niet op het gras. Alright. Het was weer te vroeg. Dat moet een goede kwalificatietijd zijn. 3:43:05. Alright. Wat wordt het? Oh, op 17e. Dat is best wel krap. Op zo'n groot circuit. Dat het eigenlijk zo weinig scheelt tussen nummer 1 en 2. Dat is best wel grappig. Alright, dan gaan we naar de race. Pole position. Oh man, het regent. Of nee, het regent niet. Het is gewoon een beetje donker. En een beetje foggy. Alright. Wacht even, light cloud is the weather forecast. Oké. Nou ja, als je moet switchen naar andere banden, kan dat wel even duren, aangezien die rondjes zo lang zijn.
Ik zou met deze auto eigenlijk wel de 24 uur van Le Mans willen rijden. Het rijdt echt heerlijk. Toch was ik er in Spa niet zo onder de indruk van. En in Monza. Zitten er nog? Laat op de remmen. Prachtig. Wat is de weather forecast? Nog altijd light cloud. Oké, ik neem aan dat het gewoon een droge race blijft. Het is wel echt een heerlijk circuit. Zoveel snelheid. Tegelijkertijd ook de entourage. Ik vind, want voor een groot gedeelte is, dat zie je ook, dit is gewoon een normale weg eigenlijk. Het is, ik weet nog niet of het een permanent circuit is. Volgens mij niet. Dit gedeelte lijkt meer op een circuit. En in dit geval het Bugatti circuit is wel permanent. Maar het, ze gebruiken het circuit van Le Mans, het volledige circuit eigenlijk ook niet zo heel vaak natuurlijk. Dit is allemaal wel permanent. Oh mijn god, die bochten. Ik vind het zo cool 's nachts dat je eigenlijk over het hele circuit is. Het pikdonker en dan zie je ineens deze grote tribunes en start-finish. Dat vind ik altijd wel cool. Ik ga ook. Wanneer is de 24 uur van Le Mans? Meestal ergens in juni, 12 juni of zo. Ik kijk het altijd wel een beetje, niet helemaal. Nou, sowieso niet helemaal, maar ik bedoel. Meestal pik ik een uurtje mee of zo en. Altijd wel de finish, denk ik. Tenminste, de laatste paar jaar. Het begint mooier weer te worden, dat is een goed teken. En ik heb tot nu toe volgens mij ook nog geen enkele cut track penalty gekregen. Dat is ook een goed teken. Want als ik de 24 uur van Le Mans doe en na, nou ik ga denk ik niet de hele 24 uur doen, maar in ieder geval niet nu.
Als ik dan na 360 rondjes krijg van ja, cut track, disqualified. Oh mijn god. Misschien moet ik het dan ook gewoon uitzetten voor de race. Want ik wil gewoon niet het risico lopen dat daar mijn race op wordt. Eindigt, zeg maar. En het is nou niet dat ik altijd expres het circuit afsnijd. Het is meestal uit noodzaak. Oh man, 2,5 uur geconcentreerd blijven. Dat gaat zo. Ja, ik ben dus van plan, dat heb ik al eerder gezegd, om de 2,4 uur van Le Mans te rijden. Dus niet 24 uur, maar 2,4 uur. Dus dat is ongeveer 2 uur en volgens mij was het 24 minuten, dacht ik. Wel een mooie tijd, eigenlijk. Ja, dat klopt. Dus je kan het of de 2,4 uur van Le Mans noemen, of de 2 uur 24 van Le Mans. Oké, we hebben deze race in ieder geval gewonnen. Het was leuk, het is het heerlijk circuit, mooie auto, goede auto. Dus, ja, mijn snelste tijd in de race was sneller dan mijn kwalificatietijd. En ik heb het kampioenschap ook gewonnen daarmee. Volgens mij drie overwinningen dus. In Brno, Monza. In België werd ik volgens mij 8e of 9e. En dan hier weer 1e. En dat België had natuurlijk alles te maken met het weer. Met de regen in de kwalificatie, waardoor ik laatste moest starten. Nou ja, moest starten. Ik was gewoon niet goed genoeg in de regen. Neil Mail. Oh, ik dacht dat ik weer ergens voor uitgenodigd werd. Maar dat valt tegen. Wat is het volgende wat we gaan doen? Dit gaan we sowieso niet doen. Ik neem aan dat we dit vorig seizoen al hebben gedaan. En als we dat niet hebben gedaan, dan... dit kampioenschap boeit me gewoon niks. Dit gaan we allemaal niet doen. Dit hebben we sowieso vorig jaar gedaan. Dit ook. Ik weet eigenlijk niet of we deze hebben gedaan. Met welke auto is het? Ja, volgens mij wel. Maar... Nee, Ford Mustang. Nee, dit hebben we nog niet gedaan. Maar... Ik heb er ook niet zo heel veel... trek in op dit moment. Ik ga het gewoon overslaan. Dit hebben we dit gedaan? Historic GT4? Ja, toch? Met een BMW M1. Oh man, nu moet ik alles gaan checken. Oké, ik ben nu vrij zeker ervan dat ik dat TC2 UK Trophy niet heb gedaan. Daar ben ik zeker van, omdat... omdat ik die Ford Mustang en zo niet herken. Kan ik natuurlijk weer niet vinden. Oké. Ik typ gewoon BMW in bij mijn video's. Ja, we hadden die BMW 320 Turbo series gedaan. Maar niet deze serie.
Maar ik ga hem niet dit seizoen doen. We kunnen het altijd volgend seizoen doen. Ik bedoel, we kunnen bijvoorbeeld dit kunnen we volgend seizoen doen en dat seizoen daarop kunnen we die TC2 doen. Want op dit moment, ik bedoel, dit seizoen duurt al zo lang eigenlijk. En ik wil ook eigenlijk zo snel mogelijk naar de 24 uur van Le Mans gaan. We kunnen alles kunnen we nog volgend seizoen doen. Het gaat niet weg of zo. Het is gewoon, het is dan alleen uitstel. Misschien doe ik het wel nooit, maar mijn prioriteiten liggen nu ergens anders. Oké, dit is de. Dit gaan we sowieso niet doen. Dit hebben we 100% wel gedaan. Dat weet ik. Dit was het ergste kampioenschap aller tijden. Nee, de volgende race is in Zolder bij het GT4 kampioenschap. Dat zijn natuurlijk twee races, dus ook twee afleveringen. En ik denk dat we daarna gewoon niks meer hebben tot aan de 24 uur van Le Mans. Ik zie dit wel. Nee, dit gingen we niet doen. De 24 uur van Le Mans, dat is mijn doel nu om te rijden. Dit ziet er heel leuk uit. Maar niet dit jaar. Ik denk volgend seizoen dat ik die ga doen. Misschien dan 2,5 uur. En dan doe ik de 24 uur van Le Mans misschien niet. Weet je. Ik weet ook niet welke auto's het zijn. Dat is een beetje irritant dat je dat niet kan zien. Maar in ieder geval, volgende race dus. Euro GT4 kampioenschap op zolder. Ik zeg op zolder, maar in zolder. Whatever you want. In ieder geval, voor nu bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer.